Goedemorgen, het is zondag, het is 1:15. We zijn eindelijk in de keuken en ik ga ontbijten met sushi. Restjes van gisteren. Even de afwas doen. Iemand comment de laatste. Ik vind het niet boeiend om te zien hoe je de afwas doet. Wel, ik vind het ook vooral niet boeiend om te doen. Maar welcome to real life. Dit hoort er helaas bij. Elke dag weer, het houdt maar niet op. En ook als je ouder bent, je woont straks alleen, samen of whatever. Zal dit onderdeel worden van je leven? Elke dag weer. Het is niet erg, het hoort erbij. Ik heb de keuken net even gedaan. Ik zal eens even een keer een goede tour van de keuken geven. Dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Althans, ik heb het laten zien, maar... The KitchenAid, koffiezetapparaat. Onze schaal met foefspullen werkt overigens echt heel erg goed. Als in alle troepjes gaan hierin en dit wordt gewoon uitgezocht. Dan hebben we hier de bar met de stoelen die net eronder passen. Waardoor je dus ook hier gewoon kan koken als je wil. Maar ook hier kan ontbijten. En dan hebben we hier de rest van de keuken met de waterkoker. Het enige wat hier wat we moeten doen is als we het water koken, dan moeten we dit hier uithalen. Anders dan gaat die stoom hierheen waar de lampen zitten. Hele fijne lamp hoor, maar... Het is meer dan beschadigd dit. Goed, die staat hier. Ik twijfel het nog hoor, want het is ook een... Hij is van KitchenAid om hem daar te zetten. Maar het zag er niet zo heel mooi uit of zo. Dus ik doe hem hier. Handzeep, messen. En hier 2 magneten van recente reisplekken. En that's it. Oh, en daar de prullenbak. Zie je niet. Heel fijn. Ik ga dit ook even uitzoeken. Ik had gisteren make-up gedaan en nu deze before dus. Jeugd, er komen altijd zoveel haren overal. Hier, op de grond. Her everywhere. Zo, ik heb het verdeeld. Dit zijn de dingen die ik echt heel vaak gebruik. Hier mijn daily huidverzorging. Die heb ik een beetje omgegooid. Een paar dingen eruit gehaald die toch iets te voedend zijn. En ik ga nu echt volop op de clear lijn van Paula's Choice. Omdat ik gewoon echt last heb van puistjes weer. En even die ding eronder ook checken. Wat erin zit, wat ik gebruik, wat niet. De stomer ontkalken. Ik heb wat water met azijn erin gedaan. Dat voor met kalk. Ik reinig me gelijk als ik hem... Of althans, ik haal hem altijd gelijk leeg als ik hem heb gebruikt. Maar toch zit er een soort kalklaagje over de binnenkant. Dus. Oh, en ik kreeg een tip van mensen om gedistilleerd water te gebruiken. Maar weet je, ik gebruik hem zo vaak. Dan zou ik echt meerdere flessen per week moeten gebruiken. Dan denk ik, ja. Ik ontkalk hem wel gewoon regelmatig. Ik heb zojuist redelijk impulsief mijn armhaar geschoren. Ja, ik weet ook niet wat er in me opkwam. Maar ik dacht... Hoe zou dat eruit zien? Ja, het is best glad en zacht eigenlijk. Vergeleken met mijn andere arm. Ik heb nooit heel veel gedoe gehad met armhaar of zo, maar... Ja. Ik heb een paar moedervlekken waar wat lange haren uitkomen. Dus ik dacht, ik haal het gewoon een keer weg. Ga ik hier spijt van krijgen? Weet ik niet. We zullen zien. Oké, ik ben er. Ik heb de bovenkant ook veranderd. Ik heb hier gewoon alle bakjes uitgehaald. Dit wordt gewoon volledig haar. Dus tangen, haarproducten, klepjes, borstel... Enzovoort. Gewoon hele la daarvoor. Geen gehandels meer met die plastic bakjes. En dit heb ik dus nu ook anders gedaan. Ik heb hier alles met bronzing. Wat ik nu dus heel veel doe in de zomer. Dit zijn bodyproducten. Deo. En dit is gezichtsverzorging. En dan heb ik hier reiniging. 's avonds voor het slapen. Dit is mijn avondroutine. Dit is ochtendroutine. En dit zijn speciale treatments. Maskertje, spot treatment en zo. En ja, that's it. Beter zo. Ik even mijn kwasten wassen en even uitzoeken. Wat ik heel vaak doe als ik de tijd neem om ze heel uitgebreid te wassen, dan check ik ook kwast voor kwast of ik hem nog gebruik en hoe vaak en of ik hem weg doe. Dit zijn mijn everyday kwasten. Dat ga ik nu even doen. Zo, ik laat ze even drogen hier. En dan ga ik zo uitzoeken. Ik weet nu ongeveer welke ik in mijn everyday stash wil hebben, welke niet. Ga ik nu douchen. Ik heb net echt extreem lekker en uitgebreid gedoucht. Niet dat het water maximaal aan, hoor. Maar ik heb mijn lichaam echt
drie kwartier zitten scrubben met het ding. Valt helemaal uit elkaar, maar dit is zo'n scrubapparaatje en die gebruik ik al jaren. Eens in dezelfde tijd. En vooral als ik even goed wil scrubben voor zelfbruiner, dan is die top. En dan in combinatie met de scrub, ik dipte hem erin en dan over mijn lichaam. Oh, en ik heb mijn gezicht weer gepeeld. Met philosophy peel, ik heb al veel te lang niet gedaan en echt helemaal zen. Wat ik nu ga doen is, ik ga mijn wenkbrauwen epileren en ik ga lekker zelfruimer op doen. Sinds waar is de tijd dat ik dit elke week deed? Er was gewoon een hele lange tijd, een paar jaar, dat ik elke zondag een hele facial deed. En alles erop en eraan, mijn nails en mijn voeten en mijn lichaam. Het kostte me ongeveer de hele zondag, maar ik vond het heel leuk. Maar je wordt ouder, je hebt er niet altijd zoveel tijd meer voor. En kan je nagaan, we hebben nog niet eens kinderen. Als je kinderen hebt, helemaal. Dat is helemaal zo'n ding waar al die tijd vandaan. Dus ik vind dat ik meer van dit soort dingen moet genieten. Ik hou van beauty dingen. Weet je wat ik ga doen? Ik doe dat eens in de zoveel tijd. Dan gebruik ik zo'n razor mesje om mijn wenkbrauwhaartjes weg te halen. En een trucje is dus, weet je, ik scheer het zo weg hieronder. En dan denk je, hoezo, je kan het ook epileren. Maar ten eerste wordt het helemaal glad. En tweede, vervolgens komt het in stoppels terug. En dat kan je goed epileren. Dat zie je heel duidelijk welke haren je eruit moet trekken. Dus dat is een techniek. Maar ik doe het niet te vaak hoor. Alleen als ik echt denk, gaan we een soort van semi opnieuw beginnen met alles epileren. Of als het te woest eronder is, niet dat ik zoveel haar heb. Maar ik heb heel veel van die donshaartjes eronder. Dit ding koop je voor 3 voor 1 euro op de markt ergens. Ik heb laatst nieuwe gekocht. Zo, dan. Ik heb alleen een klein beetje een mondje hier gemaakt. Maar dat is dus het nadeel met een scheermesje werken. Goedemorgen. Dan ga ik gelijk even mijn snor waksen. Toch bezig zijn. Ik had ook even mijn wenkbrauw kunnen waksen. Maar ik wil ze even scheren. Want ik wil dus die stoppertjes weer hebben. Hoe gek dat ook klinkt. Maar dan kan ik het weer goed epileren daarna. 1, 2. Oké. Wauw, dit is echt de laatste keer dat ik hier wax. Ik heb hier dus een paar van die waxstipjes neergelegd. Die wax is onmogelijk om van glas af te krijgen. Ik heb het uiteindelijk met een scheermes moeten doen. En nog zit er nog een beetje op. Verschrikkelijk. Oké, Foefje gaat even de camera overnemen, want hij gaat filmen ermee. Hallo. Hi. Oké, hier. Oké, ik heb gezelfruimd de hele kledingkast uitgezocht. Jongens zijn hier bezig. Ze zijn dit aan het filmen met de GoPro. Wie heeft dit bedacht met die twee potten hierop? Oh, dat heb ik al gedaan. Nee, maar het is echt heel leuk. Ik vind het echt mooi. Ik heb vandaag dit jurkje aan. Dit is een neongele versie van de roze die ik laatst aan had. Die achter zo soort van open is. Zit vet lekker. En dit heb ik de afgelopen uren gedaan. Dit helemaal uitgezocht. Dingen eruit gehaald. Dingen weggedaan en gewoon verplaatst. Want ik had hier jurkjes hangen, daar jasjes. En nu zit er een systeem in. Jassen. Korte jassen. Bomberjasjes. Dunne satijnen jasjes. Dan hebben we hier nette jasjes als in colbertjes. Colbertjes. Ik heb deze vorige keer gehouden. Omdat heel veel zeiden van nee, die moest je niet wegdoen van mijn boek. En iemand zei misschien kan je me een keertje bij iets van een veiling voor een goed doel of zo weggeven. Dat vond ik wel een heel goed idee. Dus daarom heb ik hem gehouden. Dan komen hier, dit is een vestje, dan komen hier al mijn transparante blouses. Dat is echt mijn fave. Transparante blouses in alle kleuren. Oh. Zo. Dan, deze is van Lofies trouwens. Ik krijg heel vaak, elke keer als ik hem aan heb, vragen mensen waar die van is. Hij is van Lofies. Een aantal witte blouses. Denim blouses. Van die geruite blouses. En dan hebben we hier wat chiquer. Mijn Balmain. Dan hier zwarte blouse dingetjes. Zwart. Dit is allemaal zwart. En ja, dan zijn we er. Dan beneden winterjas. Dik vest. Dit is zeg maar lang. Alles wat hier hangt is lang. Wat eigenlijk te lang voor hier was. Dus dan zou het hier overheen hangen. Zwart. Dan hebben we hier een zomerjasje. Dun, lang vest. Lang, dun. Galejurk. Er komt hier zwart als in Little Black Dresses. Die van Balmain nog steeds niet aangehad. Ik moet hem een keer aandoen. Dit is dus echt een selectie zwarte jurkjes voor feestjes en zo. Dan komen hier andere party dresses. Leuk voor events en zo. Dus echt mooiere jurken die ik aandoe. In kleur. Dan komen hier mijn zakelijke jurkjes. Heel veel Ladres jurk heb ik. En een aantal andere hier. Zie je allemaal Ladres. Ik ben echt fan van Ladres. En dan komen hier de zomerjurkjes. De zwierige. Nou, mijn eigen jurkje. Dan hier andere wat dunnere. Hier van die katoenen jurkjes.
beautygloss jurkje. Die heb ik bewaard. Mijn allerlaatste beautygloss party jurkje. En dan heb ik hier nog jurkjes die ik nog niet aan heb gehad. En voor eerstvolgende dingen wil dragen. Oh ja, allemaal dezelfde hangers. Wee, behalve dan mijn dingen van Balmain. Die hebben hun eigen Balmain hanger. En die wil ik uiteraard wel graag houden. Deze jas neem ik trouwens mee naar Burning Man dit jaar. Die heb ik toen gekocht bij H&M voor Balmain. Ik vind hem echt fantastisch. Maar ik heb hem geen één keer nog aangehad. En dan denk ik, ja weet je. Ik vind het een hele goede afsluiter om voorlopig laatste Burning Man met deze awesome jas in de avond te doen. Oh, hij is zo mooi. Dan heb ik ook nog dit jasje. En die ga ik helemaal vol hangen met buttons. Vol plakken buttons en strijkdingetjes. Ik heb er hier een hele hoop. En die zijn van mij en van Gregor. Dus ik moet ze eigenlijk verdelen. Kijk, dit is sowieso van mij. Dat zijn die mode must-haves dingetjes. Die zijn van mij. Peach. Dan heb ik een topnotch. En dan is, als het goed is. Dit is allemaal. Dit is van Foef. Ja, dit is van Foef. Dus hij heeft deze. En ik heb er iets meer. En het lijkt me wel leuk om dan steeds meer vol te hangen met buttons en dingetjes. Naarmate ik er meer heb. Ja. Kijk, dit zijn die uit dat zakje van Mode Must-haves. Kijk, nou hoe cool. Zeker. Ja. Ik vind vooral die pauw heel cool. En die, de ananas. Zo. Ja. Zo. Hoe cute. Ja, het is echt heel schattig dit. Het is een beetje geel met roze, met rood, met zwart. Ik ga avondeten maken. Ik ga groenten doen. En twee pakjes met kroketjes. En hier ga ik nog allerlei dingen bij gooien qua andere groenten. Ik heb nu die groenten met kikkererwten en rode curry hierin gedaan met water. Hier zit quinoa in. Ik wilde eigenlijk rijst, maar die was op. Dus quinoa. En deze die gaan de oven in. Food is done. De kroketjes, de groenten, de quinoa. Ik zag laatst iemand en die deed altijd een soort van buffet op haar kookeiland. Dat vond ik zo'n leuk idee. Dus dat hebben wij nu ook. Als in, iedereen schept maar op wat hij wil. Food. Dit is eigenlijk vooral groenten en dit is ook groenten. En quinoa. Dus. Ik ben hier mobiel bezig de hele tijd terwijl ze hier kleding aan het bakken zijn. Inmiddels ben ik ook aan het helpen. Ik heb een idee. Ik heb een vormpje hierin gemaakt. Hey, het is 1:00 s'nachts. Ik moet echt gaan slapen. Ik wilde jullie nog heel veel bedanken voor alle leuke, leerzame comments op de vlog van vandaag. Dat is voor jullie alweer een week geleden. Over geaardheid. Want ik vroeg jullie over wat is het verschil tussen bi en pan. En ja, ik kreeg gewoon echt hele leerzame, leuke reacties daarover. Het is misschien een beetje gek. Het is namelijk niet echt een onderwerp waar ik heel veel over praat, seksualiteit. Maar doordat ik er zo mee bezig ben met mijn boek, is het wel iets wat dan soort van dichter bij mijn YouTube-leven komt nu. Terwijl het een onderdeel is van mijn gewone leven, wat ik eigenlijk een beetje buiten de camera altijd hou en zo. Maar nu. Ja, het is lastig om het uit te leggen. Aan de ene kant, ik ben echt, weet je, als ik dit werk niet zou doen, zou ik seksuele voorlichting geven. Omdat ik het zo belangrijk vind en zo interessant om dat te delen. En ook mening van anderen te horen en zo. En mensen wat bij te brengen. En aan de andere kant, het heeft niet zo heel veel te maken met mijn online wereld. Maar in dit geval was ik er dus mee bezig. Het is niet alsof er echt het hele boek over seks gaat of zo. Dat lijkt het niet. Maar nee, het is echt maar één hoofdstuk. En eerlijk, weet je, ik hou er natuurlijk rekening mee dat we jongere kijkers hebben ook. Dus het is niks geks of zo. Maar ja, weet je, het is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. En het is een belangrijk onderdeel van onze relatie. En ik kan voorstellen dat het heel raar klinkt nu. Dat je er nog nooit het over hebt gehoord. Maar ja, weet je, ik kan moeilijk een boek schrijven over liefde en alles. En dan dat seks er niet in voorkomt. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.